De door de regering aangekondigde bonus in november wordt betaald uit het beetje gespaard geld dat de overheid heeft overgehouden doordat zij heeft besloten de rente van 26 miljoen US dollar aan het Oppenheimerfonds niet te betalen. President Santokki legt uit dat een ieder de bonus krijgt. U hoort het staatshoofd. President, u heeft gesproken over de bonussen. Kunt u ons een beetje meer daarover inlichten? Kijk. We zijn aangetreden 3 maanden geleden. En wat hebben we aangetroffen? Een lege kas. Lege kas waardoor we niet eens in staat waren salaris te betalen. De vorige regering had ook geen salaris kunnen betalen. Ze moesten alleen maar lenen. En dat hebben ze gedaan. Jaren geleend, nationaal, internationaal. En daarmee ging men salaris betalen. Als je geld leent, moet je het geleend geld stoppen in productie. Zodat we uit die productie nog profijt kunnen krijgen door uit die productie te kunnen exporteren, deviezen te kunnen genereren, werkgelegenheid te kunnen creëren. Daarvoor leen je geld. En de vorige regering heeft geld geleend, 4 miljard totaal, Amerikaanse dollar. En we zien geen enkel productie en we zien geen enkel ontwikkeling die is gebracht. Dus zo hebben we het overgenomen, 4 miljard schuld, lege kas. En we hebben ervoor gezorgd. In 2 maanden tijd dat wij salarissen kunnen betalen aan ambtenaren, pensioenen kunnen betalen, AOV kunnen betalen, kinderbijslag kunnen betalen, financiële bijstand kunnen geven. Maar dat ook kunnen verhogen met ingang van 1 november. Hoe? Door niet te lenen. Hoe? Prudent beleid, zuinig beleid, geen verspilling, geen corruptie. Noa Fufuru. En zo hebben we nu geld om ons financieel huishouden zelf goed op gang te brengen. We zijn er nog niet. Maar als we zien, namelijk dat we een lening moesten betalen, een leningsrente aan Oppenheimer van meer dan 26 miljoen Amerikaanse dollar. En wij zeggen nee, het is niet verantwoord om zo'n groot hoeveelheid geld te onttrekken uit die maatschappij en te geven aan die schuldeisers die door de vorige regering gecreëerd zijn, door 550 miljoen te gaan lenen tegen 9,25% rente, dan zeggen we nee. We kunnen het niet. We gaan het niet terug kunnen betalen. En we hebben beslist, we gaan niet betalen. Laat meneer Lazard goed onderhandelen voor ons voeren hoe we verder met onze schuldpositie moeten gaan. Maar als we toch nog door niet te betalen een klein beetje geld kunnen overhouden. En ik merk dat er pina is in de samenleving. Als ik merk dat er armoede is in de samenleving. Ik zie dat de huismoeders niet uitkomen. Ik zie dat de gepensioneerden niet uitkomen. Ik zie dat de kinderen moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Vooral die studenten. Dan heb ik de plicht als president om dat geld dat een klein beetje overblijft dan terug te geven aan die samenleving. Om de noden te lenigen bij de verschillende doelgroepen. En we gaan november in het kader van zijn residentie een bonus geven. Dat bedrag gaat u binnenkort horen. Dat is een redelijk bedrag. Maar het is om te zorgen dat het volk dat offers brengt ook tegemoet te komen wanneer wij het een beetje beter beginnen te krijgen in onze kas. Kijkt u binnen 3 maanden wat we doen. En tegelijkertijd heb ik de minister van Financiën opdracht gegeven om alvast voor december aan de hand van de evaluatie van de bonus van november, als het goed gaat, vlekkeloos verloopt, en ieder krijgt, let wel, en ieder krijgt, dus alle werknemers, niet alleen ambtenaren, ook de werknemers in de private sector, ook die ijsman die ijs verkoopt, ook die marktverkoper, ook die taxichauffeur, dat ze allemaal moeten krijgen. En aan de hand van de evaluatie gaan we dan ook in december de mogelijkheid bekijken voor een kerstbonus te geven aan het volk. Omdat het volk dat nodig heeft. En in januari gaan we beginnen met de onderhandelingen over loonronde. Dus we gaan een brief schrijven, die brief is al geconcipeerd, naar de SER, de Sociaal Economische Raad, waar we aan de SER, waar bedrijfsleven, vakbeweging en overheid participeert, gaan vragen om ons te adviseren bij de loonronde waarmee we willen starten volgend jaar, wat het loonniveau zou moeten zijn. Hoeveel procent kan ik geven om te zorgen dat er geen inflatoren werking ontstaat?
om te zorgen dat daardoor de economie niet ontwricht wordt. Zodat ik goed advies kan krijgen. En dan gaan we kijken aan de hand van het advies wat er beschikbaar is in onze kas. En op basis daarvan tegemoet komen aan het volk van Suriname. Zeker de ambtenaren die het moeilijk hebben. En dat ze toch merken, ja, if crisis de, if probleem de, dat we tijberen, we haraberen, we haren onze riemen. Maar wanneer een klein beetje ontstaat als besparing, als gevolg van goed beleid, laten we dat teruggeven aan het volk van Suriname. Dus dat is wat we gaan doen.